Nou, dat is niet zo handig. Wat ik ook, nou, geniet van de nieuwe foto's en de nieuwe vlog. Ik zie jullie volgende week weer. Ciao. Als je denkt dat je alles gehad hebt en dan lekker wilt gaan slapen. Hoe krijgt dat beest dood? Zoiets. Oh god. Die is mis. Oh, flikker op. Oh my god. God. Holy crap. Flikker op, kutbeest. Waarom wil hij niet dood? Ik sla gewoon niet goed. Die, motherfucker. Ebbes. This summer, I have laughed harder than I have laughed in a really long time. And she's smart. Way smarter than me. You know, she can crack like top secret Russian codes. Ja, zo zien wij het dus graag. Daarom zitten er kranten in. Als het goed is, ruimt moeder alles nog op. Dus dan zie je het ook niet altijd. Maar... Goedenavond, het is 9 augustus vandaag. Tijd voor de eerste ontworming voor de pups. Ik ga ze dan ook eerst wegen, want het gaat op basis van gewicht. En dan bepaal ik hoeveel ontworming ze krijgen. Dus dat gaan we nu doen. Zul je altijd zien dat de batterij zo'n beetje leeg is, maar juist de gewichten voor vandaag zien er prima uit. We zien dat Ilaya nummer 4 lichter is dan de rest. Kan haar bouw zijn, kan ook zijn dat zij juist wel last heeft van wormen. Dus daarom is ontwormen ook zo belangrijk. There we go, we beginnen met Invictus. Even kijken of het een beetje in beeld kan krijgen. Niet helemaal perfect misschien. Nou.
Nou, dat wordt hem niet in donker. Kijk eens. Roze. Zo, goed zo. Vinden ze het lekker? Nou, nee, bepaald niet. Bepaald niet. Het is te donker. Nou, je ziet het al, de nagels zijn ook zo lang dat alles blijft haken. Nou, de rest ga ik gewoon even doen zonder in beeld te brengen. Maar het idee is wel duidelijk. Woensdagavond, even een stukje lopen met de honden. En Mila, die vrij weinig energie nog heeft na een lekkere lange dag zwemmen. Mama, hier zijn de alpaca's. Ja, dat zijn de alpaca's en dan zouden we weer omkeren. Ja. Met de pups gaat het allemaal super. Ze redden zich prima met Cleo. Kom maar jongens. Dus dat gaat super. Ja, ik heb al wel bijgedraaid. Ik weet niet of ze dat kunnen zien. Oh, dan komt de auto aan. Gaan we even aan de kant. Nee, de pups gaan prima. We gaan de derde week in. Er zal meer interactie komen. Vandaag nieuwe foto's gemaakt. Dus die komen straks online. Dus die zien jullie dan al. Olly's pootje. Olly's pootje. Ja, we moeten even de rim eronder door doen. Ja, dat is gelukt. De jongste ligt net in bed. Die is helemaal kapot ook van het zwemmen. Hartstikke leuke dag gehad. Hij sliep al in de auto. Hij sliep al in de auto. Wij gaan zo lekker nog even rustig aandoen en de kamer versieren, want morgen wordt de jongste alweer 3. Ja. Dus jij moet nog wat moois maken. Ja. Cadeautjes er nog inpakken. Alleen, toen mijn verjaardag was, gingen we wel in de ochtend. Mooie buizen. Wow. Maar op mijn verjaardag gingen we wel in de ochtend iets doen. Maar omdat Storm dan gaat trakteren op de kinderopvang. Want het is morgen donderdag en hij moet op donderdag naar de kinderopvang. Dan gaat hij daar eerst trakteren en daarna gaan we hem verrassen met een mooie versierde kamer. En een heerlijke taart als het goed is. Ja. Die Joyce gaat maken. Ja, en misschien gaan wij nog een Everest taart maken. Nou, wie weet. Als we daar nog tijd voor hebben, als we nog tijd over hebben. Vrees van niet. Er zitten altijd veel te weinig uren in de dag. Morgen mag Storm niet in de woonkamer komen. Oh, nou ja, uiteindelijk toch wel hoop ik. Ja, maar morgenochtend niet. Ah, jawel. Hij zal toch ergens moeten eten, anders wordt het wel heel lastig. Nou, maar verder loopt het zoals het loopt. En morgen gaan we weer kijken hoe de pups het doen tijdens alle visite en de hitte. Lekker zo'n hittegolf. En de haan die ik net hoorde koekoekoek. Ja, koekoek. Bezoek en met de pup steeds van hand naar hand gingen, zijn ze ook mooi. Dan lekker drinken bij moeders en dan weer lekker slapen. Vrijdag 12 augustus vandaag. Gisteren een lekkere verjaardag gehad thuis van de jongste. Was gezellig, druk, vermoeiend. Maar voor de pups natuurlijk super goed. Iedereen wil de pups graag even vasthouden. Dus wat dat betreft is dat hartstikke mooi. Warme dagen zijn het nu, hè? Dik in de 30, hittegolf. Maar de honden doen het prima. We hebben een tuin op het zuiden, dus dat maakt wel dat ze eigenlijk op de tegels niet kunnen lopen met hun voetjes. Het is gewoon veel te heet. Moet je zelf eens proberen om met je blote voeten er te gaan lopen, dan ben je snel genezen. Dus zoveel mogelijk binnen op de koele tegels. 'S Ochtends lopen. Als
het nog niet zo heel warm is, maar het is nu tegen 10 en die zon die brandt al eigenlijk als een gek. We gaan gewoon een stukje lopen, noodzakelijke stukjes. Vanmiddag niet. En dan tegen de avond gaan ze weer naar buiten. Dat zie je, meisje. Er is niks te zien. Dus zo gaan wij die warme dagen door. En als het echt nodig is, lekker waterbadje buiten waar ze in kunnen spelen. Maar daar hebben ze nu echt geen behoefte aan. Die tegels zijn al gewoon te heet. Dus prima. Inmiddels is het vrijdagavond. Na 7 uur. En nog 32 graden. Maar goed. Ze willen toch allemaal graag even mee. En dat is prima. Het is goed te doen. Niet te gek ver. Een beetje schaduwplekken opzoeken. En dan wil het prima. En de pups, ja, die slapen nog veel. Alhoewel er wel meer leven in zitten. Ze zijn meer aan het spelen. En dat is ook te zien in de filmpjes. Ook best wel irritant. Loop je dus al met 4 honden met een hele roedel. Geen losloopgebied. Zogen de teef mee. En dan denkt iemand, laat ik mijn honden losgooien. Fantastisch. Dus die heb ik van ver af al met de armen staan zwaaien dat hij gewoon de honden vast moet. Irriteer ik me echt dood aan. Sorry hoor, maar je hebt losloopgebieden waar je je honden lekker los kunt laten gaan. Heb het fatsoen om daar dan lekker naartoe te gaan. Kleine moeite toch, dat heb je dan toch wel over voor je honden. Dan zit je andere baasjes er niet meer in de weg. Wel zo respectvol. Ik wil de appelmoes kennen. God, wanneer je kind een watermeloen in de winkel op de grond gooit. Dit zijn ijsjes voor de hondjes. Ik heb ook ijsje. Jij mag zo een ijsje. Ijsjes, ziet het niet. Lekker, dat is heel lekker voor een ijsje. Heel lekker. Je mag al een ijsje, zo schrok je van mij. Goed zo. Niet Leo. Hier kun je exact zien wat de warmte met pups doet. Want het gedeelte vetbed, dat zorgt altijd lekker voor de warmte. En waar zijn ze allemaal? Op de koele krantjes. Relax stand. Allemaal warm. Bleh. Het is inmiddels binnen al 26 graden, dus... Bleh. Zondag 14 augustus. Lekker warm. Binnen inmiddels ook 27 graden. Hartstikke warm en niet te doen voor de pups. Voor het eerst dat we ons moeten richten op koelen in plaats van op warm. Doppies. Het is allemaal een beetje warm. Ze groeien echt mega hard. Echte hondjes al. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.